De toegang tot medicijnen is de afgelopen jaren flink verbeterd. Steeds meer mensen ontvangen antiretrovirale therapie ter behandeling van HIV en AIDS. Ook hebben ontwikkelingslanden het afgelopen decennium een betere toegang tot economische markten gekregen. Driekwart van hun export kwam in 2004 belastingvrij de ontwikkelde landen binnen. 8 jaar eerder was dat nog maar de helft.